Goedenavond, het is maandag 13 februari 2017. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sport van RTV Katwijk. Ja, het winterweer, dat heeft de speelschema's in de tweede en de derde divisie behoorlijk in de war geschopt. Maar goed, hier in de studio is het altijd bloedgeslagen heet. Dus we kunnen gewoon doorgaan met de geplande voetbaltafel. Ja, het concept is inmiddels bekend. Een half uur praten over het voetbal van met name binnen onze gemeente Katwijk. En daarvoor altijd twee gasten. Vandaag wordt de voetbaltafel bevolkt door een van onze vaste medewerkers. Robert Toret, sportjournalist bij het Leids Dagblad. En in die hoedanigheid ook volger en kenner van het voetbal in onze regio. Welkom Robert. Dank je. En naast hem eigenlijk een van de hoofdrolspelers, namelijk een van de voetballers zelf. Ja, dit seizoen nieuw in het geel-zwart bij de Uien op de Middelmors. Middenvelder Wesley Goeman. Wesley, ook jij welkom. Fijn dat je er bent. Laten we eens beginnen met jou, Wesley. Voor de winterstop leek jullie bij Rijnsburgse Boys de smaak een beetje te pakken te hebben. Toen stond er een interessant programma voor na de winterstop op de rol. Tegen koploper, Lisse, andere hoogvlieger IJsselmeervogels. Ja, het kwam jullie wel heel slecht uit dat al die wedstrijden uitvielen. Ja, zeker. We zaten in een goede flow, ja. Denk ik. En, dan zit het weer niet mee op dat moment. En dan is het wel jammer dat gebroken wordt, zeg maar. Ja, want het waren een paar belangrijke potjes die op het programma stonden. Ja, zeker. Het waren mooie potjes. Ik denk ook de potjes waar je het voor doet. Ja. En ook gelijk een graadmeter, denk ik. En dat is wel jammer dat we dat niet in die lijn door konden zetten. Maar ja, het is niet anders. Je doet er niks aan. Nee. Iedereen heeft er last van. Want Robert, onlangs werd bekend dat de KNVB tegemoet gekomen is aan een wens van met name de amateurclubs om bijvoorbeeld wat later te beginnen, zodat de zomervakantie voorbij is. Maar er werd ook gesproken over een flexibele winterstop. Ja, dat is natuurlijk nu heel actueel. Wat moet ik me daarbij voorstellen, een flexibele winterstop? Nou ja, ik, van wat ik begrijp is de bedoeling dat er binnen een bepaalde periode, ergens januari tot maart, zeg maar, dat je daarin een x-aantal wedstrijden speelt, maar dat vrij flexibel ingevuld kan worden. Ik denk dat het wel een goede zet is. Ja. Ook het langer doorvoetballen. Volgens mij eindigt het seizoen vaak nu, zeker voor de wat lagere amateurs of de niet-prestatievoetballers, eindigt dat al ergens april, mei. En, dat is eigenlijk ook, weer wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk wel jammer natuurlijk. En ook voor de clubs, zeker de eerste teams van wat lagere klassen, is het natuurlijk prettig als dat seizoen wat later begint. Ja. Want je hebt natuurlijk nu heel vaak heel rommelige voorbereidingen, zeker in die lagere klassen met gasten die nog lekker op vakantie zijn en zo. Dus dat is denk ik voor een trainer wel prettig om wat anders te kunnen invullen nu. Ja, want de afgelopen zaterdag ging het voetbal ook niet door, op zich logisch gezien het weer. Zondag lag er helemaal een pak sneeuw. Is het dan eigenlijk niet raar dat niet het hele programma eruit wordt gegooid? Ja, vind ik eigenlijk wel. Want ik zat toevallig net nog even naar de stand te kijken in de tweede divisie. En daar zie je gewoon wel heel scheef, qua wedstrijden, gespeelde wedstrijden, een hele scheve verhouding. Dus het is gewoon, bij sommige clubs zitten er wel vier wedstrijden tussen. Dus dat geeft natuurlijk een heel vertekenend beeld. En er komt nog bij, ik zag toevallig bijvoorbeeld wat er nu voor Lisse op het programma staat. Daar is ook het een en ander van niet doorgegaan. Die moeten nu bijvoorbeeld op 15 april, het is geloof ik nog niet definitief, tegen Wesley spelen. Dus ter spekke tegen Rijnsburgse Boys. En dan op 17 april, twee dagen later, op tweede paasdag is dat, zouden ze de inhaalwedstrijd tegen de Rijnvogels moeten spelen. Ja. Daar word je ook niet blij van, denk ik. Nou, ik begrijp inderdaad dat Lisse dat al heeft aangekaart bij de KNVB. En dat ze dat in principe anders willen zien. En dat kan ik me goed voorstellen. Want twee belangrijke wedstrijden in zo'n kort tijdsbestek is eigenlijk geen doen natuurlijk. Ja, Wesley, die zaterdagen dat er dus niet wordt gevoetbald. Hoe verteer jij dat als voetballer? Vind je dat eigenlijk wel lekker? Dan denk je van, nou, kan ik een beetje tot rust komen? Even de kop leegmaken? Of zeg je van, nou, ik vind het eigenlijk bloedirritant. Ik wil gewoon spelen. Ja, ik denk meer dat laatste. Ik denk dat je als voetballer altijd wil spelen. En dan heb ik misschien liever dat er door de week zijn training hier een keer weer uitgaat. Ja. En dat zaterdag wel die wedstrijd doorgaat. Dus liep jij afgelopen zaterdag met je ziel onder je arm of viel dat ook wel mee? Ja, een beetje wel. Ik moest mijn zaterdag wel abrupt ineens even anders invullen. En, ja. Dat was wel even lastig. Want jullie doen dan helemaal niks? Jullie hebben geen alternatief programma? Of? Nou ja, dat is er wel geweest de afgelopen week hoor. We zijn een keer indoor wezen beach voetvolleyen. En dat was wel heel leuk, moet ik zeggen. Maar ja, dat kan je ook niet elke week gaan doen. Hè. Ja, je kan wel een paar keer naar de sportschool gaan, maar weet je wilt toch het liefst voetballen. En als je niet kan trainen op het veld, ja,
dan is dat wel... En als door het weer natuurlijk overal is afgelast, dan geldt het natuurlijk ook vaak voor eventuele ploegen waar je tegen wil oefenen. Daar geldt hetzelfde dan voor natuurlijk. Goed, we gaan zo verder praten. We gaan eerst eens kijken naar de uitslagen van het afgelopen weekend. Normaal laten we dat even op kaart zien. Maar goed, er is maar één wedstrijd doorgegaan. Wat betreft de clubs binnen onze gemeente. En dat was VV Katwijk. Ja, die moesten afgelopen zaterdag helemaal naar Hengelo om te spelen tegen de nummer laatst. Jong FC Twente, voor alle duidelijkheid. Ja, en het zal geen wedstrijd zijn die de geschiedenisboeken ingaat als legendarisch. Maar de Katwijkers wonnen wel weer eens. En dat was voor 2017 een unicum. De eerste winstpartij dus, sterker nog, het eerste doelpunt pas in 2017. De winnende goal van Mark Delor vlak voor tijd was dus goed voor de overwinning en dus goed voor 3 punten. Ja, het eerste doelpunt dus voor de ploeg van Schreuder in dit kalenderjaar levert 3 punten op. En dan Mark Delor, Robert, is degene die het maakt. Ik denk dat het goed is om die terug op de velden te zien. Ja, nee, dat zeker. En voor die jongen echt fantastisch dat hij zo terugkomt. Dat, ik heb hem toen kort nadat hij geblesseerd raakte gesproken. En hij is er altijd. Hij is bij iedere wedstrijd misschien ook wel verplicht. Maar hij is zo betrokken bij die groep. Ja. En je zag gewoon dat de jongen echt met zijn ziel onder zijn arm liep. Omdat hij zo lang niet kon voetballen. En dat is natuurlijk voor zo'n jongen die zo graag wil, is dat wel een klein drama. Ja. Nou, hij heeft Katwijk natuurlijk ook een goede selectie, maar dit is echt wel een goede speler, hè? Ja, nou ja, zeker. Ja. Ik denk dat je een fitte Delor er altijd wel, wel bij kan hebben in je team. En ik vind het voor die jongen gewoon fantastisch dat hij terugkomt en dan gelijk belangrijk is. En je zag aan die jongen gewoon echt dat hij er wel gebukt onder ging. Echt een voetballiefhebber. Dat merk je al als je hem spreekt, bevlogen en altijd. Ook in de tijden dat hij, al die tijd dat hij geblesseerd was, was hij gewoon altijd aanwezig, vroeg. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Voor die jongen gaan. Extra leuk dat hij die winnende maakt. Echt heel erg gegund. Ja, want hoe anders, Robert, had de wereld er voor Katwijk uitgezien. Na de winterstop natuurlijk die belangrijke wedstrijd thuis tegen Jong AZ. Daar had Katwijk het seizoen nog enigszins spannend kunnen maken. Ze spelen ook eigenlijk een prima eerste half uur met een aantal kansen waarin ze echt hadden kunnen, misschien wel moeten scoren. Dat lukt dan niet. Ze verliezen die wedstrijd en daarna een aantal verliespartijen. Het lijkt erop alsof Katwijk een behoorlijke mentale tik heeft gekregen van die verliespartij tegen Jong AZ. Ja, tegelijkertijd moet je wel in je achterhoofd houden dat ze natuurlijk niet het minste, het makkelijkste programma hebben gehad. Ze hebben gespeeld tegen de top 3, Kozakken Boys, Excelsior Maassluis en AZ dus. En Barendrecht, ja, dat zijn wel goede tegenstanders natuurlijk. En daar kan je van verliezen. En als je dan even in een vormdipje zit, dan is dat niet zo gek. Maar ik weet niet of je dan heel erg zorgen moet maken. Nee. Ze hebben genoeg kwaliteit in ieder geval. Ze zijn dan nu wel wat afgezakt. Kijk, het kampioenschap is natuurlijk beslist in die tweede divisie. Er is al veel over gezegd en geschreven. De KVB zal nog wel wat moeten sleutelen, denk ik, aan die tweede divisie. Om het wat leuker en aantrekkelijker en wat spannender te maken. Ja, het is hartstikke spannend. Maar dan wel om plaats 2 tot en met 5, zeg maar, zo'n beetje. Wat voor de rest inderdaad. AZ steekt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Ze staan nu geloof ik al 14 punten voor. Maar iets met play-offs, periodetitels. Er wordt nu wel gezegd dat de nummer 2 tot en met, zeg maar, 4 plaatsen van onderen, die voetballen nergens meer voor. Nou ja, je zou natuurlijk, als je kijkt naar de constructie tussen Eredivisie en Jupiler League, waar je wel die na-competitie hebt. Je zou zeggen, waarom zou je dat niet doen tussen de Jupiler League en de tweede divisie? Ja, bijvoorbeeld. Dus misschien dat nog iets is voor de toekomst. We zitten pas in het eerste seizoen. Het is allemaal nieuw, maar dat zou het wel aantrekkelijker maken. Dan voetbal je nog ergens voor. Maar jij bent wel de mening toegedaan dat het eigenlijk sprake is van een soort kinderziekte. Dus je moet ook een beetje de tijd geven misschien om dat wat aantrekkelijker te maken. Ja, er was natuurlijk al best wel wat weerstand tegen. En dat zal bij clubs ook, naarmate dat je eraan gewend bent, zal dat wel afnemen. Ik kan me voorstellen dat het ook even moet landen allemaal. En na zijn eerste seizoen, ik denk dat het goed is om voorzichtig te beginnen. En dan kun je altijd nog eens gaan met elkaar aan tafel gaan zitten en evalueren en kijken wat er anders kan. Want wat er misschien ook mee te maken heeft dan, bijvoorbeeld het overstappen. Er is veel over gezegd van Barry Powell van Kozakken Boys uit de tweede divisie naar IJsselmeervogels in de derde divisie. Heeft dat daar ook mee te maken? Dat die spanning in die tweede divisie een beetje weg is? Want er wordt natuurlijk ook gezegd, als Kozakken Boys nog meedraaiden in de top van die tweede divisie, was dat nooit gebeurd. En bijvoorbeeld afgelopen keer Rijnvogels is dan eigenlijk het kind van de rekening. Ja.
Ja, maar ja, dat gebeurt als je hoger gaat voetballen, gebeuren dat soort dingen. En dat hoort er dan denk ik ook bij. Je hebt inmiddels te maken met een x-aantal contractspelers in de tweede divisie. En Rijnsburgse Boys heeft er ook Serboni bij gekregen in de winterstop. Iets andere achtergrond dan, maar in principe hetzelfde idee. Dat ben ik met je eens. Ja, Wesley, je had getekend voor Rijnsburgse Boys. Dat zal ongetwijfeld geweest zijn nog voordat bekend was of Rijnsburgse Boys die tweede divisie zou gaan halen, ja of nee. Ja, het voor jou een teleurstelling dat het op de laatste dag toch misging? En dat je dan dus wist, nou, ik kom dan volgend seizoen uit in de derde en niet in de tweede divisie? Nee, niet echt een teleurstelling, denk ik. Kijk, je weet dat het van tevoren erin kan zitten. Dat ze het niet, kunnen halen op de laatste dag. Ze hadden een zwaar seizoen. Met misschien een goede eindspurt, maar net niet genoeg. Dan weet je dat erin zit wat ik al zei. En ja, dan is het misschien het doel groter om zo snel mogelijk terug te keren naar wel dat niveau. Dus het maakt voor jou niet zoveel uit de tweede of de derde divisie. Er wordt zelfs gezegd dat de derde divisie leuker is. Ja, ik denk met de derbies en de wedstrijden in de regio hier is het zeker aantrekkelijk. Maar als voetballer wil je denk ik altijd het hoogst mogelijke. En als je bij een club als Rijnsburg speelt, dan moet je ook wel altijd voor het hoogste willen. Ja, nou ben jij zelf, Wesley, 25. Dat zeg ik toch goed, hè? Ja, dat klopt. Ja. 4 jaar Scheveningen, nu dan bij Rijnsburgse Boys. Afgelopen zaterdag hadden wij in de studio voor de radio ook onder meer Vladimir Jozic van VVSB, die al wat ouder is, ik dacht een jaar of 32, bij ons in de studio. En toen werd er ook een beetje besproken dat zeg maar de tweede en de derde divisie, dat is een beetje semi-prof voetbal geworden. Hè? Met media-aandacht, het switchen van spelers, bijvoorbeeld nu Powell als voorbeeld, het verhuren van de ene club aan de andere club. 34 wedstrijden. Meer wedstrijden. Zeker, ja. Kun je die conclusie trekken? Is zeg maar, voorheen had je zeg maar de hoofdklasse, daar is toen de topklasse gekomen, nu dan tweede, derde divisie. Is het een soort semi-prof voetbal geworden? Ik denk het wel inderdaad. Wat je zegt, je praat over contracten, tussentijdse transfers tegenwoordig. Dan kan je wel spreken over semi-prof eigenlijk. Want stel nou dat jij bij in de tweede divisie had gevoetbald, bij Katwijk of wat voor ploeg dan ook. En je had op het punt gestaan om te promoveren naar de Jupiler League. Had je dat dan gedaan? Heeft dat voor jou persoonlijke consequenties? Moet je dan je baan opgeven of misschien een studie afbreken of... Ja, ik heb een eigen onderhoudsbedrijf, dus dat zou zeker consequenties hebben voor mij dan. Want ik neem aan, als je die stap naar de Jupiler League maakt, dat je meer gaat trainen, het intensiever wordt. Dat een baan daarbij combineren heel moeilijk wordt. Maar zou dat voor jou dan een reden kunnen om te zijn van, ja, dan ga ik wat lager voetballen? Nou ja, weet ik niet. Dat zijn dingen die je denk ik op dat moment moet bekijken. En dan is het misschien ook, is het misschien leeftijd gebonden of hoe gaat het met je werk? Ga ik die stap nemen of ga ik die stap niet nemen? Ga ik daar mee of ga ik daar niet mee? Dus dat zie je dan op het moment wel als hij heeft nog een contract voor 2 jaar, dus het kan zomaar zo zijn tegen die tijd natuurlijk. Maar dan moet je eerst dit seizoen naar de tweede divisie doorzien te stomen. Want Robert, een bekend voorbeeld is natuurlijk Achilles. Wat nu doelloos al jaren onderin staat. Ook nu teruggaat hoogstwaarschijnlijk gewoon naar die tweede divisie. Ja, is het misschien maar goed dat Jong AZ gaat promoveren? Want zie jij een amateurclub daar klaar voor zijn nu? Kijk, het speelt nu niet omdat het Jong AZ gaat worden, maar... Ja, dat hangt ook heel erg af van de club en van de eisen. En Achilles heeft het heel zwaar gehad inderdaad. En ook financieel. En dat heeft de club geen goed gedaan. Nee. Ik denk dat supporters er ook niet zo blij mee zijn, achteraf gezien. Nee, kan ik me niet voorstellen. Nee, ik denk niet dat je er heel erg vrolijk van wordt als supporter van Achilles inderdaad. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als het wat gebruikelijker wordt om die stap te maken. En als er wat meer clubs op termijn zeg maar die stap gaan maken, dat het misschien ook wel weer consequenties heeft voor hoe je daar invulling aan kan geven. Ja. En ja... Dus dat heeft ook zijn tijd nodig, bedoel je eigenlijk? Ja. En los daarvan, ik denk dat je als amateurclub die stap gaat maken, dat je daarna het ook, ik neem aan, nu die voetbalpyramide er is, dat het ook goed begeleid gaat worden. En die licentie-eisen zijn natuurlijk al aangepast en ik kan me niet voorstellen dat het doel is om clubs kapot te maken. Dus de KNVB zal ook wat flexibeler worden dan... Dat zal wel moeten, ja. Goed, dat wat betreft de tweede divisie. Dan gaan we naar de derde divisie.
Ja, Wesley, daar komen jullie in uit. Ik heb toevallig verslag gedaan van jullie laatste wedstrijd die dan wel doorging. Dat was thuis tegen DVS 33. Ja, dan staan jullie met de rust 2-0 voor. Je kunt je afvragen of dat terecht was, maar goed, je staat wel 2-0 voor. En dan verspeel je het, wordt het 2-2. En toen dacht ik van ja, je kan natuurlijk een keer gelijk spelen. Maar als je nog wat wil in die titelstrijd, dan zijn het hele dure punten die je laat liggen. Ja, dat klopt. Dat was ook wel een domper, denk ik, voor ons, die 2-2. Afgezien van dat het een slechte wedstrijd van onze kant was, komen we eigenlijk in mijn ogen op het juiste moment op voorsprong. DVS krijgt daarvoor, vlak daarvoor een dot van een kans die ze vlak voorlang schieten. En uit de tegenaanval dacht ik, maken wij de 1-0 door een slippertje van hun. Nou ja, dat is dan net voor rust. Maak je de 2-0 ook. En dan mag je hem eigenlijk nooit meer weggeven. Nee. Dan, ja, mocht het dan nog 2-1 worden, dan moet je het dan maar dicht timmeren. En ja. Dan mag er niks meer doorheen gaan. Afgezien dat het misschien een persoonlijke fout was achteraf. Maar, van de keeper. Nou ja, ik denk dat Ries dat zelf ook wel weet. Maar hij heeft ook zat wedstrijden, heeft hij er wel voor ons gestaan. Dus dat is zuur. Maar ja, dan nog heb je die marge, denk ik. En ja, dan is het des te zuur dat je gelijk speelt. Wat is er nog wel geloof binnen jullie selectie, binnen de groep in een kampioenschap? Want onmogelijk is het natuurlijk nog niet. Zeker niet met die inhaalwedstrijden die nog op het programma staan. Nee, zeker niet. Ik denk dat wij wel in de fase zitten dat je misschien van week tot week moet bekijken. En niet te ver vooruit moet zien. Andere kant, iedereen weet wel dat er nog mooie weken aankomen. En met mooie wedstrijden. We krijgen bijna heel de top 4 nog thuis met alleen Lisse uit, dacht ik. En ja... Ik denk, als we daar gewoon resultaat halen, dan kan het nog heel mooi. Maar het kan nog wel, maar het is niet dat het nu heel erg leeft. Jullie bekijken het nog wel van wedstrijd op wedstrijd. Nou ja, ik denk dat je dat altijd als groep moet doen, van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Want we hebben nog niks en het kan nog heel mooi worden. Dus, Ook jullie hebben een vrij nieuwe groep. Ja. Veel nieuwe jongens dit seizoen erbij gekregen. Hoe heb jij dat ervaren tot nu toe? Heb je het idee dat jullie al echt een groep zijn, dat er echt een team staat nu? Het groeit wel steeds meer, moet ik zeggen. Het is altijd makkelijk vanaf de buitenwereld. Dat doen we even. Maar het moet groeien, inderdaad, wat je zegt. En het wordt steeds meer een groep. We raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Ik denk dat dat ook een traject is wat best wel wat tijd inneemt. Ja, als je ziet, natuurlijk, als ik puur kijk naar de resultaten, dan zeg je gewoon het eerste seizoen zelf heel wisselvallig. Een serietje winnen, een paar verliespartijen, een beetje op en af. En nu eigenlijk voor de winterstop en na de winterstop hadden je echt een reeks voor het eerst. Ja, zeker, dat klopt. Ja, daarom kwam die winterstop misschien ook wel slecht uit. Ja, dat brak het misschien een beetje. Je weet nooit wat die resultaten daarna gegeven hadden. Maar het is wel lekker om in een bepaalde flow door te gaan. Want Robert, hoe zie jij eventuele titelkansen nog voor de Rijnsburgers? Of zeg even, dat wordt echt of Lisse, IJsselmeervogels. Wie zie jij, waar zou jij je geld op zetten? In die derde divisie? Niet op Rijnsburgse boys, maar dat is dan ook... vanwege de stand natuurlijk, dat is niet in het voordeel. Het verschil is in principe 6 punten en 9 punten met een inhaalwedstrijd. Die heb je ook niet zomaar gewonnen natuurlijk. In principe, IJsselmeervogels is natuurlijk misschien wel de favoriet, maar ook nog wisselvallig. En Lisse is wel vrij stabiel, vind ik, in het team gebeuren, zeg maar. Het is echt wel een team. Je kunt het een beetje vergelijken met VVSB. We gaan nu wel wat minder, hè, met Lisse. Ja. Nee, zeker. Maar ik heb wel het idee dat de druk daar wat minder is. Hè. Het is wat minder van moeten. En het is daar eigenlijk altijd wel rustig. Dat was in de topklasse ook al, als ze onderin meedraaiden. Er was nooit paniek. Er lag nooit een druk op. Maar als jij je geld moet zetten, zet je het op IJsselmeervogels. Als het gaat om kampioenschap in die derde divisie. Zet ik het toch op Lisse, omdat ik dat leuker vind. Oké. Scheveningen, je oude ploeg, doet het ook goed. Ja, die doen het zeker goed. Maar net wat hij ook zegt, Lisse stabiel is. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met een vaste kern die al jarenlang bij de club speelt. Dat is denk ik bij Lisse het geval en dat is ook bij Scheveningen het geval. Ik heb daar ook 4 jaar gelopen. En die werken ook wel altijd met een kern van 80-90% wat altijd wel blijft. Uiteindelijk geeft dat toch wel succes, denk ik. Wat ook pas afgelopen zaterdag John Blok in de uitzending. Heb je nog wel eens contact met John? Nee, niet dat ik hem vaak spreek of zo. Maar als we elkaar ergens zien, dan maken we altijd wel even een babbeltje. Maar zie jij je oude ploeg als een outsider? Ja, dat denk ik wel, ja.
Toch wel. Dus die mogen we ook nog niet uitvlakken. Je bent ook nog in taal, of niet? Jullie tegen Scheveningen? Ja, daar moeten we ook nog tegen. Ja. Nou, dat is geen inhaal in ieder geval, maar we moeten... Oh, dat waren de Rijnvogels volgens mij die me moeten inhalen. Ja, het schema wordt een beetje door elkaar gegooid. Ja, Wesley, volgens mij de afgelopen wedstrijd tegen DVS pakte hij ook een gele kaart, toch? Ja, klopt. Is dat een schorsing nu? Nee, nog niet. Tegenwoordig hanteren ze wat meer betaald voetbalreglementen, geloof ik. Dus, Hoeveel mag je er dan nog halen? ik sta nu weer op scherp, dus ik moet nu uitkijken. Oké, je moet nu uitkijken. En twee goals tot nu toe, dat vroeg ik me af. Ik ken je natuurlijk wel vanuit je tijd bij Scheveningen, maar ik heb niet precies bijgehouden wat jouw seizoensgemiddelde is ongeveer, qua doelpunten als middenvelder. Nou ja, ik denk dat het gemiddeld een beetje op 5 goals ligt, denk ik. 4-5 goals. Ik denk dat dat als middenvelder ook wel prima is als je rond de 5 goals per seizoen maakt. Dan, Dus want jullie maken wel veel goals, met name thuis. Hè? Dat is inmiddels al bekend. Veel goals maken jullie, krijgen het ook veel tegen. Ja. En thuis veel betere resultaten dan thuis. Even los dan van die laatste wedstrijd tegen DVS. Ja. Is dat een mentale kwestie? Komt dat door het publiek? Of... Zat er al 7 van Quickboys bij natuurlijk, dat tikt ook wel aan. Ja, ja, maar 7 goals. Nou ja, ik weet niet of dat daarmee te maken heeft. Het is makkelijk gezegd misschien. Het is ook hoe de tegenstander speelt, denk ik. Uitspelen ze misschien wat meer van de goal af. En thuis tegen ons liggen ze wat meer voor de goal misschien. Ja. Dus dat heeft ook deels te maken met toeval of net hoe denk de wedstrijd wel, verloopt. Ja. Wat jullie beste wedstrijd was dat inderdaad tegen Quick Boys? Daar viel wel alles goed op zijn plaats, ja, inderdaad. Alles wat we die wedstrijd aanraakten, dat veranderde in een goal of een goede aanval. Dus ik denk wel dat dat een van onze beste wedstrijden was. Wat dacht je die middag, Wesley? Ik ben blij dat ik de overstap naar Rijnsburg gemaakt heb om dit mee te maken. Nou, dat was wel even een van de mooiste wedstrijden uit mijn... Ja. Uit mijn carrière tot nu toe. Alles lukt ook, hè? Want ja, dat is het ook. En, tot 5 minuten voor tijd deed Quick Boys eigenlijk aardig mee. Voor tijd voor... Nee, zeg maar, tot 5 minuten voor rust was Quick Boys niet veel minder dan jullie. Nee, zeker niet. Het golfde op en neer, denk ik. En na die 1-1 had ik zoiets van... we gaan toch niet weer... Maar daarna, wat we aanraakten, veranderde in goud. Ja. Ik had ook pas Pieter Mulders aan de telefoon. Toen vroeg ik ook aan hem van hoe lang duurde het nou voordat het kwartje gevallen was. Nieuwe trainer, veel nieuwe spelers, waarvan jij er dan één van bent. Toen zei hij, nou, het heeft toch wel wat weken geduurd voordat alles een beetje op zijn plaats viel. Was het ook zo'n beetje voor jouw gevoel die wedstrijd tegen Quick Boys, zo rond die tijd? Ja, dat is niet elkaar. Bewust, denk ik. Maar misschien onbewust is dat wel, kwam daar alles op zijn plek. Ja, wat ik zeg, je hebt een nieuwe groep te maken. Echt een groot gedeelte natuurlijk. Een nieuwe trainer, jongens die al jarenlang hetzelfde zijn gewend. Dat is toch wel lastig altijd. Dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Wat vraag van het opstappen van Sven Verlaan? Ik kan me voorstellen dat het lastig is voor een groep als een jongen ineens uit het niks opstapt. Ja. En dan eigenlijk aangeeft van... Ja, ik had wel moeite ook met de relatie met onze trainer. Ja. Ik kan me voorstellen dat het iets is wat toch de groep bezighoudt. Nou, er wordt wel over gesproken en onderling, zeker onderling. Alleen ja, dat hij kon het niet lekker vinden met de trainer. Ja, dat zijn meer persoonlijke dingen, één op één met hem. En daar staat de groep denk ik op dat moment buiten. Dus... onderling wordt er misschien wel over zijn persoon gesproken en waarom die dat misschien dan zo heeft gedaan. Ja. Maar ik denk wat er met hem en de trainers gebeurt, dat is tussen hun en daar staan wij buiten. Maar dat zijn dan gewoon twee karakters die elkaar niet helemaal liggen? Kan dat gewoon? Is dat gewoon iets wat gewoon kan gebeuren in een groep? Of? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Moet niet meer achtergezocht worden? Nee, zeker niet. Vind ik niet. Nee, maar goed, spelers komen, spelers gaan. Ik zag zelfs dat weliswaar als keeperstrainer Tim Orlovski zelfs terugkeert op de Middelmors. Ja, als keeperstrainer. Dat is ook erg leuk. Bijvoorbeeld ook Joost Leonard gaat weg. Ik kan me ook voorstellen, is ook een beetje een gangmaker volgens mij in de groep. Ja, dat is wel jammer inderdaad. Ja. Ik kan het goed met Joost vinden. En dat is zowel voor de groep als... ik denk dat je type Joost altijd wel in je selectie... Ja. Kan en wil hebben. Dus dat is wel jammer, ja. En als Joost dan weg is, wie is dan de aanjager? Ben jij dat dan? Nou ja, ik,
ik weet niet of je dat moet zeggen. Ik ben altijd wel in voor een geintje en, ja, okay, en een beetje gekkigheid. Dat zit daar een beetje in, denk ik. Maar er zijn er nog wel een paar die dat hebben. Want je hebt ook bijgetekend inmiddels. 2 seizoenen, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Oké, dus je hebt het naar je zin. Dan steek je je niet voor 2 jaar bij. Nee, zeker. Rijsburg kwam met het voorstel of ik 2 jaar bij wou tekenen. Okay. Ik doe dat eigenlijk persoonlijk, heb ik dat nooit gedaan. Puur ook omdat ik jong was en misschien nog stappen kon nooit maken. 2 jaar gedaan, bedoel je? Ja, 2 okay. jaar getekend. Maar ja, wat ik zei, ik ben ook met een doel naar Rijnsburg gekomen. En ik ben geen clubhopper die van hop naar jaar in jaar uitgaat. Dus wat dat betreft was die 2 jaar wel, wel goed ook. Ja. Ja, ook dat is wel iets van de laatste jaren. Zie je dat steeds vaker terug bij clubs, tweede, derde divisie. Dat ze ook met 2 jaar contracten gaan werken. Dat is natuurlijk ook iets, ook al een teken aan de wand. Dat die professionalisering, die continuïteit die je terug wil zien binnen je club. Dat steeds groter issue is. Nou, je hebt ook een basisplaats volgens mij zo goed als. Af en toe, Joren van Lunter is dan je directe concurrent. Maar daar lijkt je het dan van te winnen. Of zie je dat zelf niet zo? Ja, ook niet altijd. Hè? Hij Joren valt wel vaak op een andere positie. Ja. En, ik denk, ik heb vanaf het begin alles gespeeld. En daarvoor ben ik ook gekomen. En denk ik gehaald om alles te spelen bij Rijnsburg. En dan moet je het wel laten zien natuurlijk. Dus Oké, nou, we gaan hem nog vaak zien dan in het geel-zwart van de Rijnsburgers. Tijd zit er alweer bijna op. Nog wel 1 vraag aan jou, Robert. Heeft jouw vriend en collega Mart Spierbeek nog uitgeheld na die wedstrijd tegen IJsselmeervogels? Ik heb hem niet gesproken daarna, maar nou ja, dat was natuurlijk een hele gekke wedstrijd. Ja, wat moet je daarover zeggen? Ik denk dat... Zijn nog niet helemaal safe, hè, de Rijnvogels? Maar die moeten nog wel wat punten gaan maken. Maar dat gaat wel lukken. Gezien de selectie moet dat wel kunnen, denk ik. Ja. Ja. En dan Arno Dijkstra, die is hot. Ja, verdient de technische commissie van de Rijnvogels een pluim dat ze hem al hebben vastgelegd? Ja, nou ja, het is in ieder geval een speler die zich laat gelden. In principe voor de flank was gehaald en nu als spits het heel goed doet. En die hebben ze maar goed vastgelegd voor het volgende seizoen. Ja, die kunnen er wel bij hebben natuurlijk. Daarom. En ook Jaapje van Duin die blijft. Dat is misschien ook wel verrassend. Oké. Nou, dan zijn we alweer aardig door de tijd heen. Dan denk ik dat nu het winter weer wel achter ons ligt. Dat betekent dat ik ervan uitga dat het programma voor de komende week wel degelijk ook gespeeld gaat worden. We hebben de komende wedstrijden even op kaart. Daar ontbreken dan wel 2 oefenpotjes op van komende dinsdag, Wesley. Want jij voetbalt, heb ik begrepen, onder meer tegen Argon. Een oefenwedstrijd dinsdag. Ja, klopt. Om 8:00. En wat te denken van de oefenwedstrijd tussen Noordwijk en Quick Boys. Ook een interessant potje natuurlijk voor de voetballiefhebber in deze regio. Ja, en dan zaterdag 18 februari, u ziet het op kaart, is het voor het Echi. Katwijk speelt tegen AFC. Kunt u nou niet, dan kunt u om 3:30 ook nog inschakelen op Fox. Want deze wedstrijd in de tweede divisie wordt dan live uitgezonden. Wesley, jij moet het thuis doen tegen ASWH. Goede tegenstanders, bekend natuurlijk. Maar goed, de resultaten thuis zijn goed, dus ik wens je daar veel succes bij. Dank je wel. Dik verloren uit, dus nog wat goed te maken. Zeker weten. Dik verloren uit, precies. En wat te denken van de derby, Rijnvogels Quick Boys. Veel aandacht namens onze omroep natuurlijk voor deze dorpsderby. Hein van Heek tegen Jan Zoutman. En dan de Valk 68, zij spelen uit tegen Soccer Boys. En de dames die van de Rijnvogels die spelen uit tegen Smerdiek. En de dames van Quick Boys spelen thuis tegen Barendrecht. Ja, Robert, waar zit jij komende week? Of is dat nog niet bekend? Terlede. Ja. Hoofdklasse dus. Ja, wel leuk. Ik heb ze nog niet gezien dit seizoen. Dus. En nou, jij dan uiteraard eerst oefenen tegen Argon Wesley. En dan volgende week thuis tegen ASWA. Heel veel succes erbij. Bedankt voor je komst. Was leuk. Dankjewel. Weer een beetje leren kennen. Zeker. We gaan je dan vaker zien. Ja. Robert, jij ook bedankt. En graag gedaan. Weer tot de volgende keer. Graag. En u bedankt voor het kijken naar deze voetbaltafel. Volgende week zit hier Pieter Kuyt, dan de overige sporten. En een mooie samenvatting van die derby tussen de Rijnvogels en Quick Boys. Graag tot dan.